En gaat u dan, jongens. Sassendonkers. Eileuvers. Eileuverunicus. Zollenaren. We zien jullie al denken. Nee, ik ben niet jullie nieuwe jeugdprins. Die maken we volgende week bekend. Het vorstendom heeft voor minder tijd nodig voor het vinden van een geschikte prins dan ons kabinet nodig heeft voor het regeerakkoord. Daarnaast, met een goede vooropleiding, zoals Max Verstappen, ben je gewoon sneller klaar voor de job. Alaa. Eindelijk is het zover. Na maandenlange geheimhouding, dubbele agenda's, mogen we het nu bekendmaken. Wij, prinsdecibel.nl, prins der Eileuvers en stadsprins van Sassendonk, samen met onze adjudanten, Like en Co, wij groeten u. Alaa. Voor de eerste keer als prins Decibel voor een propvolle buitensociëteit het woord tot u. Wat zijn wij trots om 19 jaar nadat we jeugdprins van de Eipiepers zijn geweest, weer aan het hoofd van het Sassendonkse carnaval mogen staan. Dit is het moment waar nieuwe prinsen geboren worden en met de Eileuver gebracht worden op het nest waar ze zo welkom zijn. Wat waren wij vereerd toen we eind mei het schitterende bord kregen met: jij bent gekozen door het vorstendom als de nieuwe stadsprins Sassendonk. Bedankt jongens. Na kort overleg thuis kwam om 11:11 witte rooksignalen sturen naar de VOVO. Vaktermen die ineens heel je agenda bezetten. Nog enthousiaster werden wij toen we de twee meest vitale vorsten van het stel aangewezen kregen als begeleiding. Voor Spippy, jong en wild, en voor Spit. We zijn benieuwd of ze deze jonge prins dit jaar kunnen bijbenen. Zoals jullie tijdens de opkomst gehoord hebben, zit de muzikaliteit, de trompet en carnaval in ons bloed. Samen met La Bombardon werden wij 19 jaar geleden verkozen tot jeugdprins, ook met de Zwollenaar. Daarom zijn we hartstikke blij met een hofkapel als La Bombardon bij de Eileuvers aan onze zij. Alaa! U zult inmiddels wel benieuwd zijn naar die twee knappe kerels hier naast mij. Mag ik u voorstellen, adjudant Like. Mijn neef Alexander van der Belt, waarmee ik het carnaval de laatste jaren voluit heb gevierd. Alexander, 42 jaar, jong. Hij is een beetje de oudje van het stel. Maar goed, vriend van Ellis, zoon van de melkboer en oud broer van oud adjudant Marcel van Fors Pippi. Zowel als speler van HTC als bezoeker van PEC Zwolle en echte voetballiefhebber. Daarnaast woont hij op de weg naar huis vanuit de stad. Wel zo handig tijdens de carnaval, dacht ik. Dan nog de muzikale partner, adjudant Co, Wilco van Vilsteren, 31 jaar jong, professional bij Yokogawa, man van Kimberly en trotse vader van Lauren, heeft zijn muzikale sporen verdiend bij diverse drillbandjes en hier tijdens de carnaval de nodige meters gemaakt. In zijn profielomschrijving staat ook nog dat hij pretparkverslaafd is, houdt dus wel van een beetje avontuur. Heeft ze nu en dan een leuk steekje los. Kan ook de Zwollenaar zowel zingen als spelen. Is een perfecte adjudant voor mij. Alaa. Zelfs zijn wij Frank-Jan van der Belt, 30 jaar jong. Na wat navragen een van de jongste prinsen hier bij de Eileuvers. Vriend van Suzanne en toekomstig vader van... Dat is ook voor ons nog even spannend. Jullie zijn als Eileuvers wel bekend met het uitreiken van de vuile luier bij prinsen. Maar of die dit jaar blauw of roze is, weten wij ook nog niet. Na het versturen van de eerste nieuwsbrief met een genderneutraal bericht, gingen de roddels al snel online rond. Voornamelijk uit de hoek van het adjudantenslip. Zou het dit jaar dan toch een prinses worden? Ze wisten zelfs te melden dat de recente statutenwijzigingen dit mogelijk was. Helaas mannen, ook dit jaar moeten jullie met een prins doen.
Rond de kerst verwachten wij samen met mijn vriendin een klein prinsje of prinsesje. Vorige week vernomen we nog vanuit de Stentor dat de kraamafdeling van de Isala gestegen is naar een mooie 55ste plek in de ranglijst van ziekenhuizen. Dat moet dus wel ook een carnavalskietje gaan worden. Dus vanaf nu, burgemeester, Lelystad Airport on hold en is de Ooievaarsbaan geopend. Allah! Ja, beste Sassenonkers, de prinsen worden steeds jonger bij de Eileuvers. Wij vieren al carnaval, zoals gezegd, vanaf de loopfiets in de biertom. En zijn vanuit deze top overgevlogen naar het warme nest van de Eipiepers. Daar in de Raad van Elf gezeten en in 98-99 prins geweest aan de zijde van Vorst William. Daarnaast zijn we in het dagelijks leven al 10 jaar eigenaar van online mediabureau Time to Impress. Dus termen als liken, retweeten en insta zijn ons niet onbekend. Wat vinden we dan ook gaaf om te zien hoe Mario Potjes en Marielle Norp samen met een groep enthousiaste jeugd de uivenstampers uit de grond aan het stampen is. Een dikke like voor jullie, dames. Dan nog een thema. Wat willen wij dit jaar Sassenonkers laten horen? Duidelijk is dat er samen genoten moet worden. Vrolijke mensen, jong en oud, samen dansend en zingend over straat. Want ook dit jaar hebben de Eileuvers gekozen voor een jonge muzikale prins. Wij vertegenwoordigen de zotten en zottinnen, zitten vol energie en enthousiasme. Zoals gezegd, muzikaal, creatief, een beetje gek en we houden wel van een feestje. Daarom dit jaar geen herrie uit de stad of lawaai van overvliegende vliegtuigen. Maar presenteren wij vol geklepper, getoeter en gefruit onze leus. Prinsdecibel.nl, Sassenonkers gaat voluit!